De waarheid over Nestor Magno, door Libertarian Groups of Toronto, vertaald door Peter Storm. Nestor Magno overleed, na lange maanden van ziekte, op 25 juli 1934 in het Tenon ziekenhuis. Hij was jarenlang de leider van de opstandige boeren van de Oekraïne. Zijn stoffelijk overschot werd gecremeerd op de Père Lachaise begraafplaats in Parijs. Nestor Magno was een van de buitengewone persoonlijkheden van de Russische revolutie. Hij was in veel opzichten een opmerkelijke man. In zijn tienerjaren kreeg hij belangstelling voor de revolutionaire bewegingen en was op zijn zeventiende al een actief lid van een anarchistische groep in de Oekraïne. In 1908 veroordeelde de tsaristische regering hem ter dood. Vanwege zijn jonge leeftijd werd zijn straf omgezet in levenslange gevangenisstraf. Hij werd opgesloten in de beruchte Butyrki-gevangenis in Moskou, een van de ergste helse oorden van het Russische strafstelsel. Met dank aan zijn van nature rebellische geest kreeg hij daar regelmatig ernstige straffen. Desondanks slaagde Nestor erin om zijn gevangenschap in iets nuttigs om te zetten. Hij besteedde zijn tijd aan studie en het verbeteren van het rudimentaire onderwijs dat hij als jongen had gekregen. De Februari-revolutie van 1917 opende voor hem de deuren van de gevangenis, zoals dat ook gebeurde voor duizenden andere slachtoffers van het Zarandon. Magno keerde terug naar de Oekraïne waar hij vandaan kwam en wijde zich aan de revolutionaire verlichting van de massas. Als voortreffelijk organisator en effectief agitator leidde zijn werk snel tot resultaten. Hij werd met name populair onder de zuidelijke boeren. Tijdens de bezetting van Oekraïne door de Duits-Oostenrijkse troepen organiseerde Magno een zeer succesvolle guerrilla-strijd tegen de indringers. Van een klein handjevol gewapende mannen, die geweren en munitie moesten zien te verkrijgen van de vijand, groeide zijn trouwe groep voortdurend in aantal en kracht, totdat Magno's boerenleger op een gegeven moment uit 40.000 tot 60.000 man bestond, inclusief cavalerie en artillerie. Als grondig anarchist voerde Magno oorlog tegen alle machten die probeerden Oekraïne aan nieuwe tyrannie en uitbuiting te onderwerpen. Daarom streed hij net zo goed tegen de Witte als de Bolsjewieken, toen die laatste probeerden een zogenaamd revolutionair despotisme in het zuiden op te leggen. Magno maakte duidelijk onderscheid tussen de belangen van de revolutie en van de massas Tegenover die van de heerschappij van de Bolshevistische partij. Hij en zijn leger van Povstantie, opstandige boeren, hadden als uitgesproken doel de bevrijding van de Oekraïne. Zij streden tegen tyrannie en regering in iedere vorm. De Makhnovtschina, zoals de boerenopstand van Makhno in de Oekraïne genoemd werd, was een door en door libertaire revolutionaire beweging van de massa's in het zuiden van Rusland en was van het grootste belang. Zijn grote bekwaamheid als leider, zijn persoonlijke moed. En zijn welhaast roekeloze toewijding aan zijn anarchistische bevrijdingsideaal bracht hem het welverdiende vertrouwen, respect en bewondering van de Oekraïnse massa's. Zijn revolutionaire integriteit en ongebruikelijke militaire oordeel inspireerden zijn leger tot daden van vrijwel ongelooflijke heldhaftigheid en zelfopoffering namens de revolutionaire zaak. Zijn volgelingen doopten hem Batko Magno, geliefde kleine vader, de grootst mogelijke uitdrukking van respect en genegenheid van de bevolking. Maar hoewel Magno tegen de vestiging van de bolsjewistische heerschappij in de Oekraïne streed, aarzelde hij nooit om de Bolsheviken te hulp te snellen wanneer de belangen van de revolutie dat vereisten. In 1919 werd Moskou door het leger van Magno gered van overname door het leger van generaal Denekin, die de laatste bolsjewistische troepen toen vrijwel op de vlucht had gejaagd. In 1920 was het opnieuw Magno en zijn postantie die hielpen om Wrangel en zijn witte legers te verslaan. De bolsjewieken deden altijd een beroep op Magno maar hun eigen militaire troepen er niet in slaagden om de opmars van de witte vijand te stuiten. Maar ondanks het feit dat ze herhaaldelijk van vernietiging gered waren door de Magnovisten, maakten de Bolsjewieken voortdurend plannen om Magno en zijn leger te vernietigen. De Bolsjewieken waren trouw aan de psychologie van het despotisme en konden het niet tolereren dat een groot deel van Rusland, praktisch de hele Oekraïne, hun heerschappij niet accepteerde. Ze waren zich volledig bewust van het feit dat Magno een ware anarchist was die ernaar streefde uit Zuiden te bevrijden van elke tyrannie. Ondanks de grote diensten die Magno's leven de revolutie hadden bewezen, noemden de bolsjewieken Magno en zijn boerenvolgelingen bandieten en contra Ze zetten een prijs op het hoofd van Magno, dood of levend, en verlaagden zich zelfs tot het sturen van geheime gezanten naar Magno's kamp om hem te vermoorden. Ondanks alle gevaren en moeilijkheden van die revolutionaire periode en ondanks herhaaldelijk bolsjewistisch verraad, bleef Magno voortdurend vier jaar lang loyaal de revolutionaire zaak dienen. Hij had de duizend indringers verdrongen. En gedorven met zijn strijd tegen elke reactionaire macht die er naar streefde om de mensen van de Oekraïne te onderwerpen, waaronder de legers van Denikin, Skoropatsky, Petliura, Grigorjev en anderen. Zowel de Witte als de Bolsjewieken haatten Magno en zijn boerenleger met een dodelijke en onverzoenlijke haat. Dat was niet meer dan logisch, want was niet het loutere bestaan van de Magno-beweging een trotse uitdaging aan alle regeringen en onderdrukkingen? In hun publieke veroordeling van Magno gingen de Bolsjewieken zelfs nog verder dan de Witte. Geheime samenzweringen en openlijke militaire aanvallen slaagden er niet in om Magno en zijn volgelingen te vernietigen. De Bolsjewieken besloten om hem moreel te vermoorden. Het waren zij die voor het eerst de leugen verspreidden dat Magno een pogromschik was, een Jodenhater, en dat zijn leger schuldig was aan pogroms tegen de Joden. Maar de mensen in de Oekraïne wisten beter dan dat. Ze wisten dat geen enkele bolsjewistische generaal ooit de Joden tegen Pokroms beschermde met de energie en ijver van Magno. Ze wisten dat Magno een anarchist en internationalist was, en dat hij meedoogloos was in het bestrijden van elk teken van raciale vervolging. Sommige van zijn beste vrienden waren Joden, en een aantal bekende Russisch-Joodse anarchisten waren zijn trouwste adviseurs en leden van het onderwijsdepartement van het leger van Magno. Het is waar dat nu en dan zij hetzelfde. Aanvallen op Joden gebeurd waren in het gebied waar Magno's troepen actief waren. Maar in elk van die gevallen werd bewezen dat zulke excessen waren uitgevoerd door individuele leden van het leger en dat Magno geen medelijden had in het bestraffen van zulke daders. In dit verband is het goed om ons te herinneren dat ook het Bolshevistische Rode Leger niet vrij was van zulke excessen, maar dat niemand op het idee zou komen om de leiders van het Bolshevistische leger van het aanmoedigen van pogroms te beschuldigen. Wat Magno betreft. Hij schoot persoonlijk en in het openbaar Grigorjev neer, de aanvoerder van een witte bende van beruchte programmisten, als een duidelijke les voor zijn hele leger en de hele bevolking van de Oekraïne. Een ware anarchist en groot revolutionair leider van de massas is ons ontvallen met de dood van Nastomachno. Hij stierf, arm, alleen en vrijwel verlaten, ver weg van de mensen die hij zo lief had en zo trouw diende. Maar zijn geest is altijd bij de massas van Rusland gebleven. En met zijn laatste adem hoopte hij vol vertrouwen dat op zekere dag het onderdrukte, zoveel leidende volk op zal staan om voor altijd de tyrannie en het despotisme van het bolsjewisme weg te vagen. Dit was de waarheid over Nestor Magno door Libertarian Groups of Toronto, vertaald door Peter Storm. Heb je interesse in anarchisme? Zoek je een anarchistisch netwerk? Kijk dan eens op www.vrijbond.org.